Drie minutes gaat tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 29 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Daily Minutes, 29 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag zal het vast geen lange uitzending zijn, want ik heb niet zoveel energie. Best wel veel dingen vanavond nog te doen. Ik zeg wel erg veel Misschien moet ik dat er even uitknippen. Maar ik ben met de grafieken voor COVID bezig. Natuurlijk die Omicron variant die houdt mensen wel bezig. Daar wil ik even op ingaan. Ik heb in ieder geval statistieken gemaakt. Jammer genoeg zijn de statistieken tot vandaag niet beschikbaar. Het houdt op bij vrijdag. Dat heeft vrij zeker te maken met Thanksgiving viering in Amerika. Wat nog niet helemaal uitgevoerd is vermoedelijk. Maar ik denk dat vanavond de rest wel beschikbaar zal zijn. Maar ik wilde daar niet op wachten. Wat ik gedaan heb is mijn gebruikelijke grafieken maken. En daar is niet vanwege dus dat er bijna 2 jaar inmiddels aan COVID-statistieken staan. Wat wel een goede vergelijking geeft over hoe hoog het aantal besmette mensen nu is ten opzichte van wat het geweest is al die tijd. Maar om wat beter inzicht te krijgen over wat nou de trend is en of de maatregelen van de afgelopen weken of die geholpen hebben. Van de afgelopen 1,5 week is het volgens mij. In ieder geval, je ziet daar duidelijk wel een afname. Maar het is geen hele sterke afname. De stijgende lijn die dempt iets als je hem uitvergroot. Ik heb hem dus, om dat zichtbaar te maken, heb ik alleen de laatste maand afgebeeld. In plaats van de afgelopen bijna 2 jaar. En dan zie je dat heel duidelijk. Ja, wat betreft die Omicron variant, ja, daar kan van alles kan het daarbij nog worden. Op zich is het verontrustend als er een variant is die zo gemuteerd is en zoveel wijzigingen heeft ondergaan. Hij ziet er toch wel wezenlijk anders uit. De verwachting is wel dat de vaccinaties er in ieder geval enigszins tegenwerken en waarschijnlijk toch nog wel redelijk. Maar niets is uitgesloten. Het kan ook wel zijn dat de vaccinaties weerloos zijn. Het duurt in ieder geval volgens sommigen 3 maanden, volgens sommigen 60 dagen... om een bestaand vaccin aan te passen aan dit nieuwe virus. De vraag is nu, hoe besmettelijk is het en hoe gevaarlijk is het? Ik heb vooral publicaties gehoord net van wetenschappers die van zaterdag waren of van vrijdag. Toen was er nog niet zo heel veel bekend, maar je ziet nu een beetje uit Zuid-Afrika meer en meer doorcijpelen dat het wel eens zou kunnen zijn dat het een niet zo gevaarlijke variant is met betrekkelijk milde verschijnselen voor de meeste mensen in vergelijking tot de rest. En daarnaast is die veel besmettelijker. Dat zou kunnen betekenen dat die de Delta variant verdrinkt. Maar ja, goed, het zwartste scenario is dat de vaccins niet werken tegen deze en dat die tegelijkertijd een stuk gevaarlijker is. Ja, dan zullen we ons de komende 2-3 maanden moeten opsluiten en de tijd daarna dat het nog duurt om gevaccineerd te worden. Omdat je niet wil dat het zich dan gaat verspreiden. Maar dat is dus het meest zwarte scenario. Het meest gunstige scenario, wat zeker mogelijk is. Maar ja, je moet niet juichen dat dat zo zal zijn. Maar het kan zeker. Stel dat dat deze variant, waar het een beetje naar uitziet, helemaal niet zo gevaarlijk is. En eigenlijk een hele milde variant is qua ziekteverschijnselen. Maar hij is wel heel besmettelijk. Als hij dan een stuk besmettelijker blijkt te zijn dan de Delta variant, dan zou hij de Delta variant kunnen verdringen. En daarmee is eigenlijk die pandemie dan opgelost. Maar goed, het is, zover is het nog niet. Dat zou het mooiste scenario zijn. Je ziet dat wel vaak bij pandemieën. Bijvoorbeeld de griep van na de Tweede Wereldoorlog. Hoe heet die nou ook alweer?
de Spaanse griep. Daar was het inderdaad zo dat hij eigenlijk het derde jaar dat hij woedde ineens volkomen ongevaarlijk leek, of in ieder geval niet gevaarlijker dan de griepepidemieën die er daarvoor al waren en die er nu nog steeds zijn. Dat is waar het waarschijnlijk wel naartoe gaat. Dat zeggen echt nagenoeg alle experts. Dat waarschijnlijk dat hij gewoon ieder jaar voorbij komt als een als iets wat vergelijkbaar is met de griep. Of misschien wel milder of misschien net iets erger. Maar ben je bereid om het aantal doden wat er door griep komt, om zo'n aantal te accepteren als dat door dit coronavirus uiteindelijk gebeurt? De dodelijkheid is nu gewoon veel groter. Het piepertje betekende dat dat mijn eten klaar is. Dus dat ga ik even opeten en dan ga ik daarna verder. Tot zover de Omicron variant. Ik heb even gegeten. Er komt zo nog een portie aan. Die is over 5,5 minuut klaar. Dus ik denk dat dat ongeveer de tijd is dat de Daily Minutes gaat duren. Hoewel, ik sluit niet uit dat ik daarna nog wat te vertellen heb. Wat ik zal doen is bij de YouTube versie de grafieken in beeld zetten. Als dat tenminste niet extreem veel tijd gaat kosten, maar dat kost het vast niet. Dus dan zijn ze daar in ieder geval zichtbaar. En daarnaast komen ze op p0ete.nl te staan. p0ete.nl. Ja, ik weet nog dat ik in het begin van die pandemie de boel echt heel erg moest duiden. Want je hebt natuurlijk geen idee waar zo'n pandemie uit bestaat. En ja, voor mij was, ik ben toch wel een beetje een controlfreak. Dus voor mij is het, als ik er veel van weet, ja, dan weet je ook waardoor je bedreigd wordt. Hè? Dan is het niet iets wat je van achteren vastgrijpt en zonder dat je daar weet van hebt. Maar plus dat je dus in enige mate toch erop kunt anticiperen om je kansen te verbeteren. En zo kwam ik dus al vroeg op de Spaanse griep, hoe dat verlopen is. Op dat moment had ik er geen weet van dat er toen ook lockdowns waren, met name in de VS, dat er met maskers gelopen werd. Hier was natuurlijk de Eerste Wereldoorlog die in Nederland niet speelde. Wat opmerkelijk was dat bij die Spaanse griep, maar dat heeft vrij zeker wel te maken met het feit dat de grenzen dicht zaten. Nederland was een neutraal land, had een grote moeite om neutraal te blijven, dus die wilde ook niet dat de hoeveelheden mensen vanuit België of van Duitsland hierheen kwamen, wat overigens wel gebeurde, maar niet in die hoeveelheid. En in ieder geval, Nederland had van die Spaanse griep eigenlijk van de hele wereld zo'n beetje de laagste aantallen. Hè? Een van de minst getroffen landen. Als je ziet dat bij de derde golf daar, waren er bepaalde kleine landjes in Oceanië, waar meer dan de helft van de bevolking aan de Spaanse griep doodging. Hè? Omdat die niet vaak met griep in aanraking kwamen. In die tijd was er natuurlijk nog niet zoveel reisverkeer als dat er nu was. Dus die kwamen niet met die griepvarianten ieder jaar in aanraking. Vaccinatie was er ook niet. Dus je zag dan dat zo'n bevolking gewoon voor meer dan de helft. En er waren landjes bij die maar 5000 inwoners hadden of zo. Hè? En dan was de helft ineens overleden. Wat een ramp dat is. Maar dat op die manier. Ik wist natuurlijk van het bestaan van die Spaanse griep. En ook van de latere Hongkong griepen. Nou ja, noem ze maar op. Die voorbij zijn gekomen. Er waren er toch een aantal die ook behoorlijk ernstig waren. Ook die in de jaren 60 was de Hongkong griep, geloof ik. Wat toch nog wel behoorlijk wat vervelende gevolgen had. Ik weet nog, mijn ouders daar heel ongerust over waren. Ik heb dat wel bewust meegemaakt. Ik was toen, hoe oud was ik toen? Nou, een jaar of 10 of zo. Of 9, maar in ieder geval iets in die richting. Maar het was toen wel prettig om daar toen veel over te horen. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk bijna 2 jaar verder. Ik weet dat ik in het begin eigenlijk dacht, het valt wel mee. Ik heb dat ook tegen verschillende mensen gemeld van, nou ja, het zal wel meevallen. Dan gaat die daar piepen, die zal ik ook nog uitzetten. Maar het is dus niet meegevallen in die zin. Kijk, het had natuurlijk veel erger kunnen zijn. Het had kunnen zijn dat het heel lang geduurd had voordat het überhaupt een vaccin was. Of dat het zelfs niet eens mogelijk was om het ervoor te maken. Dat kun je ook nog hebben. Het had veel ernstiger kunnen zijn. Het had, dan had je met de situatie van 1918 gezeten, denk ik, hè. En zelfs dan had het nog erger gekund. Dus op zich valt het wel mee. Ik moet zeggen, ik heb zelf niet zo. Ja, ik ben iemand die niet superveel uitgaat. Maar ik heb niet zo heel veel last gehad van die lockdowns. Hè. Ook emotioneel niet. Hoewel het me wel raakte. Ik vond het verschrikkelijk dat hij tegenover het kinderdagverblijf, dat een groot plakkaat op het raam hing van kindertjes, wij missen jullie. Hè. Nou, ik moet vast nog wel even door hierna, als er nog tijd is. Oh, wacht even, het is nog een timer voor iets anders ook. Ik heb nog 1,5 minuut. Ik denk al, wat gaat het snel.
Hoewel, het gaat sowieso snel, want ik had ook niet gedacht dat er nu nog 1,5 minuut over was. Maar er stond dus van kindertjes, wij missen jullie. En ja, die eerste weken van de lockdown, toen was het natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, alles was gewoon dicht en afgesloten overal. Alles was in de pauzetoets gezet. Hè. Het heeft natuurlijk lang geduurd voordat dingen als culturele zaken weer, alle evenementen weer een beetje gehouden mochten worden. Dus ja, het hangt er natuurlijk sowieso wel in. Het is niet niks. Maar het is wel fijn om er wat meer greep op te hebben. En ik heb met name de eerste 10 maanden of zo heb ik heel fanatiek die grafieken bijgehouden. Nu doe ik dat af en toe. Ik heb het eind oktober voor het eerst weer gedaan en daarvoor in juli. En ja, eind oktober toen was wel duidelijk dat de getallen weer zouden stijgen. Ik hoop echt dat de huidige maatregelen werken. Het hangt er toch ook een beetje vanaf hoe serieus mensen dat nemen. Hè? Want als mensen er niet aan meedoen en niet bereid zijn mee te doen, ja, dan ga je krijgen dat er nog sterkere, nog strengere maatregelen komen. En heel veel maatregelen die wat makkelijk te controleren zijn ook. Hè? Het is zo dat er zijn verschillende scenario's, om nog even op dat Omicron terug te komen. Er zijn verschillende scenario's waar die daar een aanleiding toe kunnen geweest zijn. Je kunt een reservoir in de dierenwereld hebben van het virus. Nou, dat is al een knopje weer. Nu stopt hij. Maar je kunt dus in het een reservoir hebben met virus wat in een dier zit. En daar heb je dus, als dat voorkomt, dan heb je makkelijker dat er mutanten optreden. Maar heel waarschijnlijk is deze mutatie ontstaan doordat er, waarschijnlijk door één persoon wordt er zelfs geopperd. Doordat er één persoon is, zoals je in Afrika vaak hebt, die HIV heeft, wat niet afdoende behandeld is. En dan heeft zijn afweer, die heeft daar dus geen voldoende afweer. Ja, hoe zeg je dat? Die kan dus dat virus niet voldoende bestrijden. Zo iemand is ongetwijfeld wel enigszins ziek, denk ik dan. Maar toch weer niet zo erg dat dat levensbedreigend is. Maar door die defecte afweer heeft dat virus dus al die tijd bij die persoon, misschien wel maanden, is dat virus daar geweest. En heeft dus daardoor kunnen muteren, doordat het zo lang bij één persoon was en niet afdoende bestreden werd. Dus dat is even een hypothese, maar ja, je weet het niet. Het kan van alles zijn. Het is in ieder geval ook wel opmerkelijk dat het in een streek is opgetreden waar bijzonder weinig besmettingen waren tot nu toe. En ja, dat kan door import zijn, doordat iemand het daar gebracht heeft. Maar natuurlijk ook door toch dat het een reservoir in de dierenwereld geweest is. Hè. Uiteindelijk is het toch ook uit de dierenwereld voortgekomen. Wat ik me niet herinnerde of wat ik niet wist, het is dat het oorspronkelijke SARS-virus uit civetkatten voortkwam. Gelukkig de experts die het erover hadden, die begonnen niet over de bekende koffie die katten ook, of die dieren, want het zijn geen katten eigenlijk, maar die beesten ook produceren. Maar dat ligt natuurlijk, doe ik het zelf wel, maar goed, dat ligt natuurlijk wel voor de hand om dat te doen. Maar ik wist niet dat dat daar de sprong van de dierenwereld naar de mens gegaan was via civetkatten. Nou, zo zie je. Goed, even nog een hapje eten en misschien babbel ik er nog wat achteraan. Nou, genoeg over COVID. Ik wil het nog even over de USDX hebben. Het zendontvangertje, niet het bouwpakket, maar het goedkope zendontvangertje wat ik gekocht heb via AliExpress. Ik heb een hoop commentaar gehad van mensen dat ik dat toch eigenlijk niet had moeten doen. Ja, ik ben nieuwsgierig. Werkt het ding of werkt het niet? Dat ik bedoel, en als die wel werkt, dan heb ik een leuk apparaat om te gebruiken. En als die niet werkt, ja, dan heb ik €125 in het slechtste geval over de balk gegooid. Nou ja, daar heb ik dan wel de informatie en de ervaring voor terug dat ik met dat ding heb kunnen spelen. Maar ja, als het helemaal niks is, dan is het helemaal niks. Misschien valt het dan nog op te lossen. Misschien kan ik hem wat meer richting het originele ontwerp herstellen dan. Maar ja, ik sluit niet uit dat het gewoon niet goed werkt. Maar ik vind niet dat ik het ding niet moet kopen. Wat verschillende mensen toch wel vinden eigenlijk. Dat ik hem niet zou moeten kopen. Dus ik bedoel, als ze dat vinden, moeten ze hem zelf niet kopen. Maar ze moeten niet vinden dat ik hem niet moet kopen. Ik vind ook niet dat zij hem wel moeten kopen. Maar goed, een beetje raar. Dat is typisch centamateurs. Hè. Ik krijg soms ook nog heel boze reacties over het feit dat ik al die jaren D-Star gepromoot zou hebben. Nou, dat heb ik alleen in de eerste 1,5 jaar of zo gedaan. En toen was dat niet meer nodig, want toen was dat zo'n succes. En daarna, ja, ik zeg nog wel eens van nou, ik vind dat zelf leuk. En ik zeg ook wel eens van nou, wees bij de D-Star ronde. Maar het is nou niet zo dat ik zeg van op de manier zoals in het begin van, oh, dit is iets leuk, dat moet je proberen. En nee, als je D-Star spullen hebt en je wilt het horen, nou, luister dan mee. En zo niet. Nou ja, ga dan naar de FT8 of APRS of iets anders wat ik niet begrijp. Of iets wat ik wel begrijp, maar niet leuk vind, zoals de X'en. Ik bedoel,
Maar ik bedoel, ja, iedereen moet het voor zichzelf weten. En ik vind het leuk als mensen aan wat voor activiteit binnen de hobby ook plezier beleven. Maar kennelijk geldt dat niet voor iedereen. Dus dat wil ik toch even gezegd hebben. Maar ja, we weten hoe de zendamateur is. Het is een wezen wat moeilijk te begrijpen is. Maar goed, er zitten ook gunstige exemplaren tussen. En gelukkig ken ik er daar veel van. En ook niet iedereen die kritiek heeft is minder gunstig. Dat wil ik dan ook wel bij gezegd hebben. Want zo erg is het ook weer niet. Maar het is wel eens hinderlijk. Ja. Maar goed, ik heb nog geen tijd gehad. Ik had het weekend, ja, het is een beetje lullig om over mijn gezondheid te praten. Maar ik had gewoon wat hard gewerkt. En ik had de hoofdpijn. En ik heb het hele weekend helemaal niets kunnen doen. En ook dus niet het ding uitproberen. Dus ik hoop dat er vanavond van komt. Vanavond nog wel de nodige zaken die echt moeten gebeuren. En die ook heel belangrijk zijn dat die vandaag gebeuren. Dus het kan zijn dat het naar morgen of overmorgen doorschuift. En morgen is weer een drukke dag. Dus ik weet niet wat er morgen weer van komt. De rustige periode van mijn gebruikelijke werk is trouwens aangebroken. Dus daar is het ineens een stuk rustiger. Terwijl normaal de tweede helft van november juist heel druk is. Maar dat is nu toch gebeurd. Maar ik heb werk genoeg, dus ik zit niet. Het is niet zo dat ik met duimen zit te draaien, integendeel. Dus ik heb het gewoon nog best wel druk. En bovendien, ik heb het weekend zou ik werken en dat is niet gebeurd. Dus, maar ik verheug me nog steeds wel op het apparaatje. Dat is wel grappig, want ik had nog iemand op het idee gebracht. Peter, die had er ook een besteld. En ja, op centamateur.com zijn een aantal mensen die zijn aan één stuk door aan het klagen dat ze op sommige zendingen 6 weken of 8 weken moeten wachten. En even kijken hoor. Ja, en ik zie nu wat op de chat gebeuren. Daar moet ik me niet door laten afleiden. Maar goed, op centamateur.com is een topic daarover. En over de lotgevallen, zeg maar, rond het bestellen uit landen waar al dan niet btw in rekening gebracht wordt. Maar er zijn dus mensen die echt heel lang moeten wachten. En ik heb dat, ik heb sinds juli, op 1 juli is er wat wezenlijks veranderd. Dus alles werkt sindsdien anders. Maar ik heb sinds die tijd al wel zeker 20 pakketjes besteld. En die waren allemaal veel te vroeg hier. En het pakketje van mij, dat zou, ik weet niet meer op welke dag dat ik hem vorige week ontvangen heb. Maar in ieder geval, dat zou 6 december pas komen. Vrijdag heb ik hem gekregen. En dus ja, 6 december is nog ver weg. Dus dat was echt heel vroeg. En ik geloof dat het er 1,5 week over gedaan heeft. Maar Peter die had het volgens mij eind vorige week besteld. En die heeft hem dus nu al in huis. Dat is toch wel gek. Maar ik moet wel zeggen, hij werd verstuurd vanuit Schiedam, raar genoeg. Met een Nederlandse postzegel. Maar in ieder geval bij een Nederlands bedrijf verstuurd. Dus ze hebben dus kennelijk in Schiedam een depot waar meerdere van die pakketten ongetwijfeld naartoe gaan. En dan herverpakt worden en dan binnen Nederland verstuurd worden. Dus dan, ja. Dan wordt de BTW, die wordt bij binnenkomst in de EU, wordt het hele pakket betaald waarschijnlijk. Misschien hebben ze daar ook wel dat ze dan nog korting krijgen, omdat het veel tegelijk is. Hè? In ieder geval, en de handlingkosten dan is een heel stuk minder. Dus, maar in ieder geval, dat is positief. Dus dat was heel snel. Nou moet het ding natuurlijk nog wel werken, want ik heb nog geen flauw idee of dat het geval is. Dus ik hoop wel dat ik vanavond even een gaatje heb om mijn dingen even aan te sluiten en eventjes weer te spelen. Goed. Ja, dat was het dan. Voor nu. Hopelijk ga ik morgen of overmorgen verder met de FPGA's. Dat had eigenlijk gewoon aaneengesloten moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. En ik heb vandaag ook geen tijd voor de historie om daar nog oude afleveringen aan toe te voegen. We waren klaar met Heathkit. Ik weet niet, volgens mij begint nu het Fibroplex verhaal. Maar daar ben ik niet helemaal zeker van. Het zou ook kunnen zijn dat het toch iets over iets anders gaat. Maar in ieder geval, wat er nog moet komen, dat zijn toch wel een aantal leuke delen van de betreffende serie. Maar morgen of overmorgen dus. Ijs en wederdienende. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.